Welkom iedereen opnieuw bij een nieuwe Into Nature Workout. Mijn naam is Matthias De Loof en opnieuw sta ik hier gewoon weg buiten in de frisse natuur. Meer moet het niet zijn, prachtig weer hier. Hopelijk is het bij jullie ook zo. Kunnen jullie buiten gaan trainen? Als dat niet het geval is, geen enkel probleem. Deze workout kan je op gelijk welke plaats doen. Al hetgeen dat je nodig hebt is een klein beetje water, een matje en dan gaan we onmiddellijk van start. Waar we eerst mee gaan starten is eigenlijk gewoon eens goed diep gaan inademen. Dus we gaan klaarstaan in positie en we gaan gewoon heel diep ademhalen. Strek die armen uit, goed die spanning de grond induwen, opnieuw inademen en goed uitduwen die spanning, in de grond schitteren, nogmaals, diep inademen, zoveel of dat je kan en dan ga je opnieuw die spanning uitblazen. We gaan onmiddellijk naar onze mat mensen, dus we nemen plaats in positie zoals je nu ziet. We gaan ervoor zorgen dat onze voeten en handen op deze manier geplaatst zijn. We gaan een bolle rug maken. Inademen en een holle rug. Perfect. We doen dat 5 keer. Inademen, bolle rug, uitademen, holle rug. Inademen, nog 3 keer. Perfect. Kom maar, nog 2 keer. Inademen, uitademen. En laatste maal. Inademen. En uitademen. Perfect. Wat gaan we nu doen? We zijn in dezelfde positie. We gaan die arm doorsteken. En we gaan telkens gewoon weg onze arm van de ene naar de andere kant doorsteken onder onze borst. En we doen dat 4 keer links-rechts. Doe maar mee. Doe dat nog 2 keer links-rechts. Dit moet soepel gaan. Dit moet vlot gaan. We maken ons gewoon weg bewegelijk en klaar voor die workout die zo dadelijk volgt. Perfect. Rechterbeen voor, rechtervoet naar voor. We gaan uitduwen en we keren terug en we strekken het been. Combinatie van deze twee bewegingen. Goed uitduwen, been strekken. Dynamisch, mobiliteit, dynamisch, lenigheid en blijven ademen. Nog eenmaal, bekken naar voren brengen en vervolgens opnieuw strekbeen. Andere kant doen we net hetzelfde. Breng heupen naar voren. En strek uw been. Heupen naar voren. Strek het been. Dynamische lenigheid. Heupen naar voren. Rustig in de uitademen. Strek uw been. Nogmaals. Heupen naar voren. Strek uw been. Alright. Andere kant doen we net hetzelfde. Opnieuw. Opnieuw die heupen naar voren brengen. Strek die beide armen opzij. En we draaien eigenlijk naar de kant waar ons knie geplooid is. We gaan nog eens doen. En terug. Andere zijde doen we net hetzelfde. Linkerbeen naar voren. Strek die armen opzij. En we draaien naar de ene zijde. En we draaien naar de andere zijde. Nogmaals. Ene zijde. En vervolgens andere zijde. Schitterend. Op dit moment gaan we plaatsnemen. Zoals je nu voor de camera mij bezig ziet. 90 graden, 90 graden. Plaats die handen en we gaan die heupen van de ene en die knieën van de ene naar de andere kant brengen. Neem uw tijd. Gewoon rustig die heupen losmaken. Dit is een ideale beweging daarvoor. Neem uw tijd. Ontspan. Perfect. Nog 3 keer links-rechts. Laatste maal. Fantastisch. Alright. Volgende beweging, wat gaan we doen? We gaan eigenlijk gewoon handen plaatsen en de voeten op de grond brengen. En nu gaan we afwisselend op de tippen van de tenen plaatsnemen. Tippen van de tenen. We doen dat 6 keer links, 6 keer rechts. Probeer die hiel op de grond te brengen. Als dat niet lukt, is dat geen enkel probleem. Ideaal voor die kuiten en die hamstring voor te breiden op wat er volgt. Nog 3 keer. 3, 2, 1. We brengen vervolgens de handen naar de voeten. Komen even rechtop. En dan neem ik opnieuw plaats in deze positie. Voeten wijzen naar buiten. We gaan even in die squathouding plaatsnemen. En dan toon ik even aan de zijkant. En gaan we telkens eigenlijk gewoon weg zo rechtop komen. En rechtop gaan staan. En we doen dat nog 4 maal. Squathouding. Plaats uw vingers onder uw voeten. Strek uw zitvlak uit. Dat mag met geplooide benen. En we gaan rechtop staan. Nogmaals, neerzitten, rustig aan. Vingers onder de voetpunten.
strek je benen uit en we gaan rechtop staan. Nog eenmaal mensen, nog eenmaal. Squat houding. Vingers onder de voeten. Strek die benen uit en we gaan gewoon rechtop staan. Maak nog even die polsen los. We gaan de intensiteit een klein beetje verhogen. Wat we nu gaan doen is een combinatie van 10 jumping jacks met telkens 10 maal boksen. We wisselen dit af, zodanig dat we die hartslag doen stijgen. En dan beginnen we aan onze workout of the day. 5 oefeningen opnieuw, 40 seconden werk, 20 seconden rust. Zijn jullie klaar voor? We beginnen met die jumping jacks. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linkervoet voor en we gaan boksen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, goed. Ik ben rechtshandig. Dat wil zeggen, mijn linkervoet staat voor. Voor linkshandigen staat uw rechtervoet voor. Volgende oefening. Press jacks. 10 stuks. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volgende oefening. Seal jacks. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boksen opnieuw. 1, 2, 3, 4. Alle richting. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volgende oefening. Boxing jacks. Met een box integreren. Gewoon uitboksen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En opnieuw boksen. Kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laatste oefening. Press jacks opnieuw. Ready, set, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En opnieuw boksen. Kom maar, boksen eruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schitterend. Goed bezig, mensen. Op dit moment. Warm-up zit erop. We zijn gemobiliseerd. Hartslag die is gestegen. Je voelt het aan die ademhaling. Het is iets vluchtiger. Dat is perfect. Zo moet het zijn. We beginnen met de eerste oefeningreeks. Je weet het. We hebben 5 oefeningen. 40 seconden, 20 seconden werk. En natuurlijk nemen we eerst wat te drinken. Zorg dat je klaar bent. Bij elke oefening zal ik eerst natuurlijk ook demonstreren. En we beginnen met die eerste oefening, mensen. En de eerste oefening demonstreer ik eigenlijk gewoon weg. Op deze manier. Zodanig dat je mij duidelijk ziet. Perfect. Wat gaan we doen? We combineren een mountain climber. Breng de knie naar voren. Met een plank jack. Dus 2 keer mountain climber. 1, 2, plank jack, plank jack. Dat is eigenlijk de oefening. Dus de combinatie van mountain climbers met die plank jacks. Zijn jullie klaar voor? Eerste oefening, 40 seconden. Hopelijk zijn jullie volledig. En volledig in vorm. En dan kun je direct starten met samen met mij. Zijn we klaar voor? 3, 2, 1. Let's go. Come on. 1, 2. Open. Open. Eerst die mountain climbers. Plank jacks. Plank jacks. Mountain climber. Mountain climber. Plank jack. Come on. Eigen tempo. Eigen tempo. Forceer het niet. Come on. En nog. 1, 2, 3, 4. Come on. Mountain climber, mountain climber, plank jack, 15 seconden, mountain climber, plank jack, ja, kom maar, 2, 10 seconden, 10 seconden, 5, het gaat snel, het gaat snel. En stop mensen, stop. Perfect, die eerste oefening zit erop, je hebt het beet, vergeet niet, doe het rustig op je tempo. Forceer het niet, dat moet niet mijn tempo zijn, dat mag sneller zijn, dat mag trager zijn. Maar je moet het vooral kunnen volhouden. Wordt het toch iets te snel of iets te intensief, zet even die oefening gewoon op pauze, deze video op pauze. En vanaf dat je opnieuw voldoende gerecupereerd bent, dan vliegt er opnieuw in. Goed, volgende oefening, wat gaan we doen voor de volgende oefening? Wel, ik ga me even gaan leggen op de mat. En jullie mogen dat ook doen na 20 seconden wisselen van kant. We gaan eigenlijk ons hoofd ondersteunen. En we doen een side leg raise naar een front kick. En we doen daar 2 stuks van. Dus 1, 2 en dan naar voren. 3, 4. 20 seconden deze zijde. En daarna andere kant net hetzelfde. Ready, set, let's go. Dus 1, 2,
swing naar voren, swing naar voren. 1, 2, come on. Ideaal voor die zijkant van die billen. Gluteus medius. Perfect, come on. Nog één keer. Dan wisselen van kant. 3, 4. Oké, snel draaien. Andere kant doen we net hetzelfde. Opnieuw, hoofd ondersteunen. En we zijn weg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, come on. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nog één keer. 1, 2 en 3, 4. Voilà, snelheid is niet belangrijk. Kwaliteit van de oefening blijft voorop staan. We gaan over naar die derde oefening, mensen. Derde oefening, eerst even 20 seconden pauze nemen, maar ik demonstreer al. We staan aan de ene zijde van de mat. Wat gaan we precies doen? We gaan een squatbeweging doen, de squat. En vervolgens gaan we met twee voeten aan één, springen van de een naar de andere kant 3 maal. Dus 1, 2 en de derde maal gaan we open en opnieuw die squat doen. Dat is de oefening. Zo gaan we afwisselen. We beginnen binnen 5 seconden, zorg dat je er klaar voor bent. We zijn bezig aan de derde oefening. We moeten naar nummer 10. Ready, set, let's go. Squat. Aaneensloten, 1, 2, open en land in evenwicht. En dan opnieuw die squat. 2, open, landen in evenwicht. 2 voeten aaneengesloten springen. Landen in evenwicht. Voilà. 1, 2, 3, landen in evenwicht. 1, 2, 3, 1, kom maar, goed bezig. 2, 3, nog 10 seconden. 1, 2, 3, 1, 2, 3, stop. Derde oefening zit erop. Een goede beenoefening en cardio inbegrepen. 2 in 1, perfect. Volgende oefening dat we gaan doen, ga ik even demonstreren natuurlijk op mijn buik. Wat doen we precies? We gaan de handen naast ons brengen en we gaan zo opduwen en de schouderbladen tegen elkaar brengen. Dus zo, 1, 2, plaats die handen onder u en dan mag je naar een knee push-up gaan. Dat mag, maar het hoeft niet. Je mag ook een gewone push-up doen en vervolgens gaan we gewoon weg. Open, open, toe, toe. Alright, en daarna laat je hem niet vallen. En zelfde oefening. Ready? Oké, iedereen in positie. Vierde oefening. Ready, set, let's go. Handen naar beneden. Duw die schouderbladen 2 maal. Plaats die handen op de knieën. Push-up, ook 2 maal. Kom rechtop. Plaats die handen buiten de mat. En op de mat 2 maal. Alright, we doen door. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 en opnieuw. Alright, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kom maar, nog één keer. 1, 2, opduwen. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perfect. Schitterend. Laatste oefening, daar komen we nu aan. Neem opnieuw even die pauze. We zijn bijna halfweg. Ik demonstreer wat de bedoeling is. En ik toon het hier vanuit een zijwaartse positie. Dus, linkervoet gaan we eerst naar voren stappen. Links gaan we eigenlijk gewoon weg een lunge nemen. Dus we nemen lunge. 1. Knie naar boven. 2. Zet rechts achter neer. Voilà, rechts. En dan links opnieuw die lunge. Alright, dus voor en achter de lunge. Nogmaals demonstreerd. Dus lunge, knie, zet neer, lunge. Lunge, knie, zet neer, lunge. Eerst alles links, halfweg gaan we alles naar rechts uitvoeren. Zijn we er klaar voor? Ready, set, laatste oefening in de reeks. Let's go. Lunge, knie, zet neer, balans. Lunge, knie, zet neer, lunge. Lunge, knie, zet neer, lunge, come on. Lunge, knie, zet neer, lunge. Nog eentje, lunge, knie, zet neer, lunge. Andere kant wissen, nu met de rechterbeen eerst. Lunge nemen, 3, 2, 1. Lunge, knie, zet neer, lunge.
lunge, knie, zet neer, lunge. Als rechts nu, perfect, come on. Zet neer, lunge, lunge, knie, zet neer, lunge. 10 seconden, lunge, knie, zet neer, lunge. 5 seconden, nog één keer, lunge, knie, zet neer, lunge. Yes! Perfect mensen, haha! 5 oefeningen hebben we reeds achter de rug. We doen die 5 oefeningen, je kent ze nu. We gaan ze nog eens opnieuw doen en we starten binnen ongeveer een 40-tal seconden. Het is perfecte tijd om nu eventjes wat te drinken te nemen. 5 oefeningen opnieuw op uw tempo, met behoud van kwaliteit. Niets forceren. En daarna gaan we naar die buikspieren, come on! Nog 20 seconden. Nog 20 seconden mensen. Get ready. Yes! Fantastisch. In deze tijden vergeet het niet, ga zoveel mogelijk naar buiten. Zeker van het moment dat die zon schijnt. Laat het werk even liggen. Ga die frisse neus gaan halen. Dus noods doe je workout of gewoon gaan wandelen. Geen enkel probleem. Zolang je maar eens naar buiten bent. Alright, zijn we klaar voor? We beginnen opnieuw met de eerste oefening. Mountain climbers 2 keer naar die plank jack. Ready, set, let's go. Dus, 1, 2 en dan open to, open to. Breng die knie naar voren, breng die knie naar voren. Open to, open to. Yes, come on. We zijn goed bezig. Into nature workout nummer 4. Alright, halfweg in deze reeks. Open to, open to. Kwaliteit. Goed alles opspannen. We zijn er bijna. 10 seconden. 3, 4 en open to, open to. 1, 2, 3, 4. Laatste maal. Nog één keer mensen. 1, 2, 3, 4 en open to, open to. Fantastisch. 6e oefening zit erop. We gaan naar oefening nummer 7. Get ready. De side leg raise. Weet je nog? Waarvoor dient die oefeningen? Zijkant hier van de beeldstreek. Een zeer onderschatte spier die veelal wordt vergeten. Maar wij vergeten die niet. Ondersteun je hoofd. We maken ons klaar. Halfweg wisselen. 3, 2, 1. Side leg raise 2 maal. En dan eigenlijk gewoon die front swing. En net boven de andere voet hou je je been tegen. Blijven ademen. Come on. Open, toe. Open, toe. Naar voor, terug. Naar voor en wissel. Anderzijde, we laten even de tijd stoppen. En dan keren we terug naar dezelfde oefening. 3, 2, 1. Ondersteun het hoofd. Let's go. 1, 2. En swing naar voor. Swing naar voor. 1, 2. Swing naar voor. Swing naar voor. 1, 2. Swing naar voor. Swing naar voor. Come on. 1, 2. Nog één keer. Swing naar voor. En swing naar voor. Fantastisch. De derde oefening komt eraan. Je weet het. Het zijn die squats. Squat. 2 maal jumpen. En bij de derde jump open die voeten. En opnieuw in evenwicht landen naar die volgende squat houding. We hebben nog 3 oefeningen voor de boeg met. Nog 3. Come on. We vertrekken binnen 5 seconden. Nog even losschudden van die benen. En we staan ons klaar. 3, 2, 1. Squat. Jump, jump. Hup. Squat. Jump, jump. Hup. Squat. Jump, jump. Hup. Squat. Korte sprongetjes. Openen. Squat. Jump, jump. Openen. Squat. Come on. Halfweg. 1, 2. Hup. Squat, 1, 2, hup, squat. We zijn er bijna. Hierna nog 2 oefeningen. 2, openen die benen, evenwicht landen. We hebben nog 5 seconden. Dat is ideaal voor nog 2 uitvoeringen. Laatste maal. Hup, squat. Fantastisch. Dus noods neem je wat te drinken. We zijn klaar voor die laatste 2 oefeningen. Ik neem nog snel even wat vitamine D tot mij. En dat gaat mij ook sterken voor die laatste 2 oefeningen. Je weet het, of je weet het niet meer, daarom dat ik nog even herhaal. Deze prone swimmers
Zo, 1, 2, push-up 2 maal. En open, open, toe, toe, open, open, toe, toe. Met die handen. Zijn we klaar voor? Ready, set, let's go. 1, 2, push-up, push-up, open, open, toe, toe, open, open, toe, toe. Laat u zakken. 1, 2, de benen mogen blijven liggen, eventueel. Open, toe, toe, open, open, toe, toe. Laat u zakken. 1, 2, push-up, maag op de knieën. Nog 10 seconden. Ga nog één keer. Squeeze those shoulder blades. Push-up. Open, open, toe, toe, open, open, toe, toe. Fantastisch. Schitterend bezig. En ondertussen, je beseft het misschien niet, maar je bent al aanbeland aan die laatste oefening van de core business. Ik noem dat de core business. Dat zijn altijd 5 oefeningen die we 2 keer herhalen. Fantastisch. Laatste oefening. Dan gaan we opnieuw werken met die lunchreeks. Dus nogmaals, we beginnen met de linkervoet. Lunch. Rechts knietje geven. Zet u rechts neer. En doe linkse lunch. Achter. Dat doen we eerst volledig links, dan rechts. Laatste oefening. Zet u schrap. Voilà, set. 3, 2, 1. Let's go. Lunch. Knietje. Zet uw voet neer. Lunch. Lunch. Knietje. Zet uw voet neer. Reverse lunge. Lunge. Knie. Achter. Lunge. Come on. Knietje. Voet. Lunge. Lunge. Knietje. Voet. Lunge. Draaien. Andere kant. Rechtervoet eerst. Lunge. Knie. Zet neer. Lunge. Lunge. Knie. Zet neer. Achterwaartse lunge. Lunge. Knie. Zet neer. Lunge. Nog één keer. Lunge. Knie, zet neer, lunch. Fantastisch. Je hebt misschien gemerkt dat die uitvoering niet al te snel verloopt. Dat dit hoeft helemaal niet. Je moet er gewoon voor zorgen dat je goed die spier in zijn start- en in-eindpositie voelt aanspannen. Niet te veel op momentum werken. Zeker als je nog geen balans hebt. Bouw het rustig op. Maar ondertussen wil ik wel het goede nieuws al kwijt aan jullie. Onze 10 oefeningen zitten erop. Santé, drink iets. En we gaan ondertussen al rustig overgaan naar onze buikspiersessie voor zo dadelijk. We nemen nog een 20-tal seconden pauze. Ik kijk op de klok, 22 minuten 49 seconden bezig. Dat is fantastisch. Deze workout gaat opnieuw om en bij 30 minuten duren. Meer moet het niet zijn. Je hebt daar overal de tijd voor, 's middags, morgens, 's avonds. Perfect voor mensen die weinig tijd hebben. En toch heb je workout gedaan. Alright, we beginnen met de eerste oefening, mensen. We zijn dus klaar, je volgt op mijn tempo. En we beginnen niet zozeer met buikspieren, maar met hip thrusters, dus voor onze billen. Ook zeer onderschat, maar we zitten er wel ganse dagen op. 10 stuks, breng eigenlijk je bekken naar boven. We zijn weg, kom aan. Zie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fantastisch. Druk die onderrug in de grond. Kruis die armen over de borst. We gaan naar crunches. Kijk loodrecht naar boven. 3, 2, 1. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Volgende oefening. Breng eigenlijk gewoon weg je knieën naar boven. 90 graden in de heupen en knieën. Linkerhand duwt tegen de knie. En de rechterhand gaan we in de knieholte steken. En nu gaan we eigenlijk gewoon weg duwen met onze linkerhand. En trekken met onze rechterhand. En dat doen we 10 seconden. 3, 2, 1. Je ziet momenteel geen verandering. Maar het is een oefening. Ideaal. Ook voor de onderrug. Buikspieren naspannen. 3, 2, 1. Laat maar vallen. Alright. Volgende oefening doen we net hetzelfde maar omgekeerd. 90 graden. Wat doen we? Rechterhand op de rechterknie. Linkerhand in de knieholte. Trekken met linkerhand. Duwen met de rechterhand. 3, 2, 1. Onveranderde positie. Voilà, come on. 5, 4, 3, 2, 1. Fantastisch. Volgende oefening. 5 keer links, 5 keer rechts. Strek je been uit.
We gaan opnieuw de heupen strekken. Maar we gaan eigenlijk gewoon ook ons rechterbeen strekken. We zijn weg voor 5 stuks. 1, 2, 3, come on. 4, 5. Ook niet zozeer op buikspieren gericht, maar ook ideaal voor die bilspieren. Andere zijde. 1, 2, 3. We combineren buikspieren en bilspieren. En 5. Fantastisch. We gaan onmiddellijk over naar de volgende oefening. Zijdelingse plank. Zijn we er klaar voor? Ready, set, let's go. 20 seconden. 2, 3. Strek je arm uit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 keer op en neer die heupen brengen. En naar boven zijn we klaar. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Fantastisch. Alright. Volgende oefening. Hou je klaar. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we eigenlijk opnieuw ons hoofd ondersteunen. En gaan we nu benen naar boven duwen, opduwen. 5 keer. 5 stuks. 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. We gaan onmiddellijk over naar de andere zijde. Zijdelingse plank. We gaan opnieuw voor die 20 seconden. 3, 2, 1. Let's go. Arm uitstrekken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Het zou een variatie kunnen zijn, maar het hoeft niet. 2 is voor de volgende keer. 1. Let's go. Het zou wel zijn. Goed, volgende oefening. Je weet het. Opduwen de heupen. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ondersteun je hoofd. En we brengen de aaneengesloten benen naar boven 5 maal. 1, 2, 3, 4, 5. Fantastisch. We gaan eindigen met diezelfde sessie waarmee we begonnen zijn. Hip thrusters, eerst en vooral. 3, 2, 1. 10 stuks. 10, 9, 8, 7. Goed uitduwen. 6. Aanspannen bilspieren. 5. We zijn ondertussen aan 3, sorry. 2, 1. Fantastisch. Hou nog even aan, hou nog even aan. Kom aan. Opspannen van die bilspieren, voel het. Tegen slaat, dat doet niks. Waarom? Ze zijn keihard. We moeten niet opnieuw activeren. En we laten zakken. Kruis die armen. We gaan over naar die buikspieren, crunches. Onderrug tegen de grond duwen. Kijk, klotenrug naar boven. Armen gekruist. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Fantastisch. 90 graden in de heupen en de knieën. Linkerhand op de knie en rechterhand de knie. Holten, duwen en trekken tegelijk. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Onmiddellijk, andere zijde doen we hetzelfde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En de laatste oefening, mensen. Strek je rechterbeen uit en we duwen onze heupen op. 5 keer links, rechts. 5, 4, 3, 2, 1. Andere zijde. 5, come on. 4, 3, 2, 1. Fantastisch. Ja, het zal wel zijn. Je hebt het verdiend, mensen. Een dik applaus voor opnieuw deze inspanning te volbrengen. 30 minuten en zeg nu zelf achteraf, wat is je algemeen gevoel? Ik durf erop wedden dat je eigenlijk gewoon weer fantastisch voelt. Helemaal niet uitgeput, maar vooral een energy boost. Wanneer je het ook doet, best in het begin van de dag of zelf op het einde van je werkdag. Dit is de perfecte workout om te doen. Je kunt nog perfect van alles nog doen na deze workout. En dat is natuurlijk zo'n beetje de bedoeling. Alright, we gaan naar de cooling down. Ik kijk even en we hebben perfect 29:36 op de klok. Dus we gaan rustig naar de cooling down. Wat doen we daarvoor? We gaan gewoon eventjes nu plaatsnemen en die armen uitstrekken. Strek die armen uit, mensen. Voilà.
Alright. Rechterbeen naar voren brengen. Duwen onze heupen naar voren. Blijf rustig in en uitademen. Andere zijde doen we net hetzelfde. Breng die heupen naar voren. Duwen uit. Strek die arm nog eens uit in de lucht. Een beetje naar achter brengen. Perfect. Plaats die handen. Dus voeten op de grond. Kijk door de schouders. Buig je knieën. Nogmaals. Breng rustig je handen richting voeten, dus noods met geplooide benen. Kom rustig rechtop. Ga een beetje verder afstand nemen, dat je maar duidelijk ziet. Voilà. Maak die schouders los. Maak die schouders los. Voilà, we zwaaien even die schouders los. Adem diep in. Eindigen zoals we begonnen zijn. Nogmaals, diep inademen. Laatste maal mensen, nog eenmaal diep inademen. Voilà, breng nog even je hoofd naar de zijkant. Naar je schouder. En ondertussen is de zon lichtjes aan het verdwijnen. We naderen het einde van de dag. Perfecte manier om die af te sluiten. Andere zijde. Fantastisch. Schud nog even los. Schud nog even los. Voilà, zijn mensen. Ik kom er even dichterbij. En dit was opnieuw de Into Nature Workout, part number 4. Hopelijk hebben jullie er ook van genoten. En zie waar ik sta. In deze wijdse omtrek is er niks of niemand. Dat is toch fantastisch? Goed, ik hoop jullie opnieuw te mogen verwelkomen op een nieuwe Into Nature Workout nummer 5 binnenkort. We gaan zo lang mogelijk door en we blijven gezond. Alright, mijn naam was Matthias de Loof. En I salute you. Tot de volgende.